Je hebt ook niks van terugkomt. Nee, niks meer gehoord. Okay. Maar ik neem bewust ook geen contact meer op, je moet ze niet meer storen. Nou ja, misschien had hij nog wel. Maar het kan best wezen dat hij straks over een uur nog een berichtje stuurt, hoor. Ja, dat kan best. Dat was dus dan in Rio. Volledige focus. Ja. Nou, leg maar niet te veel druk op. Ja, die druk zit er gewoon op, hoor. Ja, maar voor Trisha, maar dat hoeft er bij ons niet op te zitten. Nee, maar dat gaat ongemerkt. Ja, mijn ouders die zijn er altijd wanneer ik ze ook nodig heb. Dus ja, uiteindelijk hebben mijn ouders... ja, super grote rol gespeeld in mijn sportcarrière en nog steeds. Alle medailles die ik gewonnen heb, zijn ook een beetje van hun. Wat een prachtige beleving, joh. Vol stadion. Fantastisch. We hebben nog dik 20 minuutjes, dan gaan we die kant op. Nou, dat komt goed. We gaan ervan uit dat ze hun kwalificeren voor de gouden race natuurlijk. Patrick en Tristan. En dan, ik vind het gewoon heel eng. Ik vind het heel mooi dat hij sport doet en alles, maar ik... Ik denk dan alleen maar, blijft hij zitten, is de boel heel, wat gaan we doen? Dat vind ik gewoon heel eng. Ik ben altijd blij dat ze weer over de streep zijn. En op de baan heb ik dat nog erger dan op de weg. Nou, die tijd vaak is hoor. Dan kijk ik, ja, ze moet wel bij de eerste zitten, dan denk ik het liefst natuurlijk. Maar dat zie ik wel. Ja, dat vind ik ook hoor, dat doen we ook. We gaan al even voor goud hoor. Hallo? Dat zit jij nou ook in één keer? Ja. Natuurlijk. Dennis mocht het van de week helemaal niet zeggen. We gaan alleen voor goud. Van de week gisteren al. Ja. Vandaag wel. Kijk, hun doel is gewoon 3 keer goud hier in Parijs. Dat zou wel heel bijzonder zijn. Ja, dat zijn er meer die dat vandaag moet gewoon gebeuren. En ja, ik denk wat er nog bij komt, dat is allemaal heel mooi als dat zou lukken. Is iedereen klaar? Want het begin komt eraan. Ja, ik sta er al. Hey! Hallo! Hoe is die? Ja, wel goed. Ja? Ben je er klaar voor? Ja, een beetje wakker worden en zo, maar... Oh, wakker worden nog. Ja, oké. Nou, goed. Nou, wij zijn er ook klaar voor, zie. Allemaal. Nou, succes, jongen. Ja, succes. Wij gaan zo die kant op. We gaan over een minuutje of 10 gaan we die kant op. Dus, we gaan met de opbouw voeren. Ja. Ja, oké, okay, mooi. Dus, mooi. En jullie, hoe laat gaan jullie die kant op? Ja, 11 uur vertrekken we hier. 11 uur vertrekken, ja. Oké. Okay. Dan gaat het spannend worden. Ja. Ja, wij hoorden al iets. De Britten hebben ook onder de 4 minuten gereden. Dus jullie zitten heel gunstig qua loting. Ja. Ja, we gaan het zien. Ja. Wij zijn nu misschien wel nerveuzer dan jou. Oh, dat weet ik niet. Nee. Ik probeer er ook niet te veel aan te denken. Nee, maar jullie kunnen daar al zo goed mee handelen, dus dat komt helemaal goed, man. Ja. 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 Heel veel succes. Succes, hè. En we spreken elkaar. We spreken elkaar na de tijd, hoop ik. Ja. Yo, hoi. Doei. Yo. Doei. Best wel veel mensen naar Parijs, wat ik echt super leuk vind. Mijn ouders komen, mijn zus met een vriend, mijn schoonouders, nog een paar vrienden van college en nog vrienden van zwemmen. Dus uiteindelijk gaan er heel veel mensen op de tribune zitten. Waar je het meeste tegen opkijkt tijdens de spelen is het moment dat je dat werk moet presteren. Je krijgt zoveel druk mee. En natuurlijk kan je daar wel mee omgaan. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. Spelen zijn magisch. En het is fantastisch. En we houden ervan om daar te zijn. Maar het moment dat je moet presteren is echt doodeng. Er zijn veel verwachtingen van buitenaf. Media, pers, familie, vrienden, sponsoren. Misschien verwacht ik het van mezelf ook wel dat we het heel erg goed gaan doen. Maar we doen er natuurlijk alles aan om het materiaal tiptop in orde te hebben. Om zelf super in een super vorm aan de start te staan. Maar ja, je kan niet alles uitsluiten. En uiteindelijk hebben we invloed alleen op onszelf. En als we alles goed doen,
niks verwijt en ik heb geen excuses, dan ben ik tevreden. Maar ja, natuurlijk wil ik als sporter op het hoogste treetje staan. Dus ja, daar gaan we voor. Ik ben ontzettend trots op ons team en ik ga ook ontzettend trots op ons team zijn. Maar ik ga zeker extra trots zijn als we onze Paralympische titel weten te verdedigen op de 4 kilometer achtervolging. Samen met Jenning en Patrick. Ik zou het heel gaaf vinden als we dat weer kunnen doen. Op het moment dat ik op het blok sta, dan heb ik vaak even nog één keer even diep, even rust. En dan zeg ik altijd tegen mezelf, Chant, je kan het. En dan ga ik op het blok staan. En dan hoor je die start en weg. Kruger inmiddels op derde positie, maar in baan 4 is het Chantal en zijn vrouw. Chantal en zijn vrouw. Ik kijk eigenlijk altijd meteen opzij naar degene die naast mij ligt. Want ja, dat was de grootste concurrent, in dit geval de Chinese. Toen zag ik dat zij er nog niet was. En toen dacht ik, oké, ik draai meteen naar het bord. Ik heb niet eens gekeken wat mijn tijd was eigenlijk. Ik zag alleen zo mijn naam en een eentje. En toen dacht ik, die is van mij. Dus het duurde echt uren voordat iemand me eigenlijk vertelde wat ik eigenlijk had gezongen. Maar dat maakte me echt helemaal niet uit. Ik dacht, ik zie een één. En dat betekent dat we het Wilhelmus mogen horen. Dus... ja, echt super blij. Ik ben degene met de meeste spanning, denk ik, van jullie allemaal. Je gunt het ze gewoon zo. We hebben samen wel eens bij een NK gezeten. Dat hij ook ging verliezen, maar echt met allerlaatste bal die hij gooide, weet je dat nog? Ja. Dat jij ook zo over die tribune liep van kom op, nou, het gaat het niet meer worden. Hè. En Marco gooit een bal, ploep, plop. En toen en van niet liggen lag hij met twee ballen. Dus hij keek elkaar ook aan vandaar. Ja, dus je weet het nooit, in botsen is alles mogelijk. Ja, altijd veranderen. Ja. Mijn ouders komen, mijn broers, mijn zussen en mijn schoonzus, zwager en... mensen van mijn woonvorm komen ook nog als ze tijd hebben. En dus heel veel. Dan zullen we vast even vlaggetjes op de wangen zetten, ja? Ja. Wij kwamen hier aan. Even kijken, even kijken. Sorry.
En we moesten even naar het iets afgeven voor Chantal. En toen, wat was? Wanneer waren wij hier? Wij zijn dinsdagavond. Dus toen gingen we daarheen en als verrassing was heel leuk, want toen kwam een van de verzorging kwam die tas even ophalen. Die had Marco bij zich en daar zat echt Marco van oor tot oor stralend in zijn hele outfit. Ja, dat was gewoon ontzettend leuk. Hij was zo blij, dat kon je gewoon aan hem zien. Ja, en donderdag had hij die wedstrijd tegen de derde van de wereld en dat startte hij ook heel goed, want toen won hij meteen het eerste end met 1-1. Ja, we waren hartstikke trots en iedereen was blij. Het voelde gewoon als winnen. Als je maar één end en toen heeft hij nog een keer met één gewonnen. Twee ends had hij eigenlijk één gelijk en één gewonnen. Weet je, van hem hadden we niet verwacht dat hij met een medaille naar huis kon komen. Want hij staat, ja, hij heeft nog niet zo heel veel internationale ervaring op. Dus wij, we zijn super. Ja, hij heeft verloren. Ja. Maar hij heeft, heel maar goed, hij heeft het goed gedaan. En echt goed gespeeld. Dat is eigenlijk het meest belangrijke. En als je gewoon op je eerste Olympische Spelen met zo'n wedstrijd, echt een belangrijke wedstrijd, een end zo kan winnen van iemand die zo goed is, dan doe je het lekker. Lin, je moet even vlaggen maken. Bij mij mag je beginnen. Zeg maar, hoor, ik kan het uit de losse pols. Jij kan het uit de losse pols, maar je moet het niet. Beter dan, ik dacht ik breek hem. Zo. Zo simpel is het. Ja, ik schrijf dat het bij mij heeft het er al afgehaald. Hoor. Nee, ik heb het op. Het zit er toch goed? Ja, het is toch wel. Kijk. Prachtig. Zo. Ja, het komt er niet. Ik denk het wel. De vlag zit erin. Oranje shirtjes. Broodjes. Moeten we die even in de tas onder op de kinderwagen leggen? Of heeft iemand een rugzak? Zo. Ja? Ja. Ben je er klaar voor, man? Ja? Ja. Doe maar de weef. Ja? Doe maar de weef. Mama moet nog vlaggetjes op de wang. Ik weet niet of ik een goeie ben, hoor. Want ik doe een beetje een cement. Maar niet zo. Nee. Maar niet verkeerd omhoog. Ja, leuk, rechtop voor die Fransen. Zo. Ja? Kijk. Top. Ja. Jij niet. Dit is de vlag van Bo, die heeft ze gekregen in Tokio in Japan. 2020 waren de Paralympische Spelen van Tokio. En deze heeft ze gekregen van schoolkinderen waar ze op bezoek is geweest. Ik heb Bo gesproken via de app nog even. En wanneer het kan, eventjes een beetje FaceTime. Maar alleen als het mogelijk is. Toen ik Bo sprak, merkte ik dat ze wel wat zenuwen had. Ik verwacht dat zij gaan winnen, dus daarom is die druk natuurlijk wel aanwezig. De spanning ook bij mij, de zenuwen. Maar ze spelen zo direct de kwartfinale tegen Spanje. En op zich kunnen ze die Spanjaarden echt wel hebben. Maar die Spaanse kunnen ook best wel goed druk zetten. En ze kunnen best wel rammen en rouzen. Maar ik heb alle vertrouwen dat het goed met ze komt. En dat ze deze wedstrijd gewoon pakken. Als ik ze zie zitten, word ik wel heel trots dat ik daar sta en dat ik mag doen en daar mag staan. En dat ze me daarbij hebben geholpen om zover te komen in mijn leven waar ik nu ben.
gestart hebben met 9-3 verloren van Indonesië en met 7-2 van Frankrijk. Het was fantastisch om hem te zien spelen. Het is dat het mijn eigen kind is, maar ik vond dat hij het echt fantastisch deed. Je zag net, er komen al die emoties eruit en dat vind ik ook mooi dat dat ook gebeurt bij ons, want we zijn toch pleegouders, maar zo ziet hij dat niet en dat, ja, dat doet me heel goed. Daar word ik ook zeer emotioneel van. Hij heeft stappen gemaakt en ja. Hij zet nog steeds stappen en ja. Die zal hij nu blijven maken. Het is gewoon heel mooi om te zien, helemaal met de hele speler, maar ook bij het Boccia, dat je leven niet ophoudt met een beperking. Dat er nog zoveel mogelijk is, maar dat mensen het moeten weten ook en mensen ook de ingangen moeten weten. Hey. Ik heb jou zien opgroeien van een klein mannetje tot een geweldige wielrenner die je nu bent. Je hebt een ongelooflijke ontwikkeling doorgemaakt, samen ook met Patrick. Hoe trots ben jij op Patrick? Ja, super trots. Ik denk dat we trots mogen zijn op ons team, dat we hier nu samen staan met 3 gouden plakken. Dat hele proces van professionalisering, dat we hier met z'n allen staan, een vol Team NL-huis. Hoe Nederland meeleeft. Dankjewel allemaal, het was echt fantastisch. We'll be right back.
ik heb eigenlijk geen woorden voor. Als in, ik ben ergens heel opgelucht dat het erop zit. Maar ook zo trots dat we het geflikt hebben. We hebben het gewoon, ondanks alle druk, alle verwachtingen, we hebben het gewoon waargemaakt. En ja, dat is wel echt een onbeschrijfelijk gevoel. In de rust was ik er eigenlijk klaar mee. Toen had ik natuurlijk echt geen lekkere eerste helft gespeeld voor mezelf. Ik zat niet op één lijn met mijn teamgenoten. Dus ik was heel erg tegen mezelf aan het vechten. Toen in de rust, even alles eruit gegooid. Gesprekjes gehad met een aantal meiden die me heel erg geholpen hebben. En toen na de rust dacht ik van oké, je gaat nu even normaal doen. En dat is wel aardig gelukt. Nu eerst even een goed feestje vieren en er even van genieten. We mogen nog langs de koning, je krijgt nog een huldiging hier of daar. Daarna ga ik ook echt even een stapje terug doen. Dus echt even op adem komen, even alles laten bezinken. Even verwerken wat je hier hebt meegemaakt en hoeveel stress we de afgelopen maanden op ons schouders gehad hebben. En dan gaat mijn master beginnen, dus ga ik vol de studieboeken in om mijn volgende droom waar te maken. Wij zijn van BNF-ervaring. Ik sta op dit moment op een parkeerplek met Team NL uit. Nee, oké. Even serieus.